Deze week in Wat zegt het volk werpen we weer een blik op jullie reacties op het nieuws via de social media. Daarnaast helpen we de gemeente Nijmegen een handje bij een oproep naar ideeën voor het vernieuwd Joris Ivesplein. En peilen we de mening van de Nijmegenaar over het verkeersconcept Shared Space. Welkom bij Wat zegt het volk. What does the fuck say? Shared Space, een vrij nieuw verkeersconcept dat steeds meer in opmars is in Nederland. Hier in Nijmegen kennen we het al een tijdje, zoals hier bij het Centraal Station. Voetgangers, fietsers, snorfietsen en brommers, het gaat allemaal kriskras door elkaar. De theorie achter Shared Space is dat de verkeerssituatie veiliger wordt. Dat klinkt misschien gek, maar juist omdat er geen regels zijn, houden mensen meer rekening met elkaar. En wordt er ook minder hard gereden, zeggen ze. Ik ben benieuwd hoe er hier in Nijmegen over de bekendste shared space van de stad wordt gedacht. What the fuck say? Twitter mee over de actuele nieuwsonderwerpen via @altijdn1 met hashtag WZHV. What the fuck say? Ik merk wel dat hier dan de auto's rijden en daar de bus. Ik vind dat wel handig, want dan zitten ze gewoon niet met elkaar in de weg. Mm-hmm. Dus de bussen en de auto's niet door elkaar reizen. En dan met de fiets, ja, ik vind het wel gewoon veilig eigenlijk hier. Denk je dat dit werkt? Ja, ik denk dat het de alertheid van de bestuurders verhoogt, zodat ze juist rekening met elkaar moeten houden. Ja. Voelt u zich hier nou in dit gebied veilig? Als u hier zo loopt? Ik denk het wel. Want dit is een shared space. Dat betekent dat het verkeer geen regels heeft en dat iedereen hier elkaar zomaar kruist. Het is de tweede keer dat ik hier kom, dus daar heb ik echt niet op gelet. Maar ik kan me voorstellen dat het zo is. Ja, nou ja, je moet natuurlijk wel opletten op de voetgangers, maar je hoeft geen rekening te houden met de auto's en met de bussen. Okay. Ik vind dat wel veilig. Ja, ja, als ik weet dat er andere regels gelden of geen regels gelden, dan ben ik minder impulsief. En heb je nou het idee als je hier loopt dat je dan meer uitkijkt? Dat stuk niet, dit stuk wel. Wat denk jij nou dat hier precies de verkeersregels zijn? Het ziet er een beetje uit als ze geen zijn. Gewoon een beetje ieder voor zich. Ja, precies. Nou, soms niet. Soms zie ik wel eens taferelen dat ik denk van, oh, dat gaat maar net goed. Vooral met scooters die soms heel hard hier het plein overgaan. Mm. Nou, ik vind het prima als je maar uitkijkt. Je moet elkaar een beetje de ruimte geven. Ik vind het niet altijd prettig. Nee, u voelt zich hier niet echt veilig. Nou, hier sowieso, hè. Ja. Maar ook met de auto vind ik het een beetje... Ja, toch wel eens kan soms. Het is niet overzichtelijk genoeg, vind ik. Het idee is mooi, maar ik ben bang dat dat niet gaat werken. Want stel jij zit nou zelf op de scooter bijvoorbeeld, zou jij dan hier extra uitkijken? Ja, ik zelf wel. Ja. Je gaat automatisch beter uitkijken, dat klopt. Ja, je gaat opletten. Nou, wij zijn studenten van de opleiding ruimtelijke ordening planologie, dus we zijn bekend met het concept. Okay. Dus ik vind het wel goed. Denk je dat het werkt? Ja, want mensen zijn toch wat meer alert. Ja. Ja. Waar jij nu overheen loopt, dat is een zebrapad. Waarom loop jij niet door? Is het een zebrapad? Dit is een zebrapad. Dus bussen moeten eigenlijk stoppen voor jou. Die bussen stoppen normaal niet. Die stoppen nooit. Nee, die rijden gewoon door. Mevrouw, ja. Wist u dat dit achter u een zebrapad is? Nee. Zou u nou gewoon doorlopen als er een bus aan zou komen? Een bus is toch wel een stukje groter dan ik, dus als die doorrijdt... U denkt niet dat ze stoppen? Ik kijk altijd naar de chauffeur. En voel jij je hier nou veilig? Nee, je moet altijd stoppen hierop. Ja, ik zou zeggen, je bent verantwoordelijk voor jezelf. Maar dan moet iedereen zich wel aan de normen houden. Je moet hier altijd stoppen. Als voetganger moet je altijd stoppen, anders... Die lopen zomaar door? Ja, die lopen zomaar door. Fietsen gewoon door. Maar je hebt dus wel het idee dat je meer alert bent? Ja, zeker. Vooral hier op deze stuk. En voelt u zich hier nou veilig als je hier loopt of fietst? Ja, dat nog wel. Maar ja. Met kinderen minder. Dan hou ik ze wel echt goed vast. Ja. Ik moet gaan, zie ik. Oké, dat was hem ook. Okay, doei! What the fuck, say? Blijf op de hoogte van de laatste nieuwsfeitjes via onze pagina facebook.com/altijdn1. What the fuck, say? Dan werpen we als vanouds weer een blik op de social media van de afgelopen week. Wat hadden jullie zoal te vertellen over het nieuws? What the fuck, say? Vlogger Willem Vink reist illegaal mee op het dak van een trein. Veolia doet aangifte. Oké, jongens, ik weet niet of jullie mij kunnen horen, maar dit is het meest bizarre wat ik ooit in mijn leven heb gedaan, man. Ze hebben eerst heel goed onderzoek gedaan naar de veiligheid. Werkelijk? Ze hadden beter een hersenonderzoek kunnen laten doen. Ze hadden morsdood kunnen zijn. En wie mag het de ouders dan vertellen?
al die oude lullen hier die vergeten zijn dat ze zelf ook ooit jong en onbezonnen waren? Het was dom, maar goed afgelopen. Kereltjes, niet meer doen en hopelijk tot snel met een andere leuke video. Ja, stoer man. Als het mis was gegaan, was het natuurlijk weer iemand anders zijn schuld geweest. Om nog maar te zwijgen over de zooi waar de machinist weer mee om had moeten gaan. Pff. What the fuck say? Afgelopen week was Iron Maiden in Nederland. Ze traden op in Arnhem, maar brachten de nacht door in Nijmegen. Haha, ze laten Arnhem links liggen qua hotel en kiezen juist voor het mooie Nijmegen. Tuurlijk in Nijmegen, waar anders? Poen binnenhalen in Arnhem en uitgeven in Nijmegen. Zo hoort dat. Goed opgevoed, de jongens van Iron. What the fuck, say? Dit gaat het niet worden. Dit kun je beter niet doen. Er komt iets aan richting Nijmegen. En dan moet je de beslissing nemen om het niet te doen. De avondvierdaagse van Nijmegen en Nijmegen-Noord zijn afgelast. De kans op onweer was te groot. Nou, ik heb net de buienradar bekeken en het blijft sowieso droog tot 22:30. Wel zielig voor de kinderen. Jammer, maar wel een verstandig besluit. Wat een paniekzooi toch tegenwoordig met die codes. Er is niks aan de hand. Stralend weer al de hele dag in Nijmegen. What the fuck say? Een uitzending van Wat zegt het volk terugkijken doe je via youtube.com/altijdn1. What the fuck say? Nijmegen is een mooie stad en dat zal je vast met mij eens zijn. Je ziet het al vaak direct als je de stad inkomt. Toch zijn er vaak plekken die iets minder mooi zijn. Als je de binnenstad vanaf de westkant inkomt, kom je bijvoorbeeld langs het Joris Iversplein. Eerlijk is eerlijk, dit is nu niet echt het pareltje van de stad. Gemeente Nijmegen is hierover eens en wil het plein daarom een make-over geven. Daarvoor vraagt zij de hulp van de Nijmegenaren. Wat zou er volgens jullie moeten veranderen? De gemeente heeft zo wel een aantal voorwaarden. Zo worden alleen het verhoogde deel van het plein onder handen genomen en moet de mogelijkheid blijven bestaan om kleinschalige evenementen te organiseren. En moeten die kiosk en dit kunstwerk blijven staan. Verder mag het dus niet meer dan 1,5 ton kosten. Het is dus nog niet zo makkelijk en daarom vragen wij de Nijmegenaren vandaag om tips. What the fuck, say? Ik zou heel graag zien dat het Koningburgpark doorgetrokken wordt. Dus dat dit ook groen wordt. Nee, zou ik zo 1, 2, 3, nee, dan moet ik iets... Je hebt niet echt een idee. Nee, zo niet, daar denk ik nooit over na. Dan moet ik erover na gaan denken wat voor iets wat je ermee kan doen. Maar... Ja. Ja, meer groen, maar ja, water voor mijn kinderen is ook niet alles. In ieder geval waar kinderen kunnen spelen. Speeltuin. Ja. Ja, ook met waterornamenten, dat ja. Water... Oh, zo van, een beetje fonteintje. Ja, ja. Wat okay. Daar in de stad ook is, die goot met water, ja, dat is wel leuk. Ja, ik denk gewoon een soort, gewoon de perkjes, maar dan met planten en dat het gewoon een stuk groener, iets aantrekkelijker wordt om hier te zitten. Dat het niet, ja, het is nu een beetje, ja, het ziet er niet echt aantrekkelijk uit om hier te zitten. Mm-hmm. Het is dat ik hier dan bij de auto moet wachten, maar anders was ik hier niet gaan zitten. Groen, volgens mij is dat een optie. Ja. Dus ik denk dat een groene, meer groenplein wel goed zou zijn. Misschien een theater, iets. En dan zou jij daar zelf ook vaker komen? Yeah. Dat weet ik niet. Ligt eraan wat ze van stukken opdragen. Volgens mij was een andere optie om wat meer cultuur erin te verweven. Mm. Ik denk dat dat ook wel een mooie optie zou zijn. En dan zou jij daar ook vaker komen? Kunst, ja. Dan zou ik denk ik wel vaker komen. En misschien als het huisje vernieuwd wordt. Dus je wilt gewoon dat er een paar bankjes komen of zo? Nou, gewoon een uitbreiding van het park. Ja. Ik moet zeggen dat je daar gewoon het Koenenburgpark mee aan het verlengstuk maakt. En het beeld, die willen ze ook laten staan. Ben je het daarmee eens? Ja, het is wel heel kenmerkend voor het Joris Iversplein en ook wel voor Nijmegen. Dus ik denk dat wel wat kan blijven staan, ja. Zullen we daar maar een goede hangplek van maken voor jongeren? Lijkt mij een goed idee. Want in Kronenburgpark kan je niet hangen? Jawel. Maar zoals je ziet is het al aardig vol en het wordt nog warmer. Dus ik dacht, ja, kan zeker nog wel wat bij. What the fuck, say? Tot zover Wat zegt het volk voor deze week. Heb jij tips voor de volgende uitzending? Mail dan naar tv@n1.nl. De volgende uitzending is 25 juni. Graag tot dan. What do you think?